Als ik er geen schuimpje in had gegooid, was hij wel doodgegaan, maar ik ben bang dat hij zo weer er weer inspringt. Hier jongen, ga erop zitten. Hier, ik breng je even naar de waterkant. Blijf zitten. Alles is goed. Ik ben je vriend. Oh, dit had ik helemaal niet moeten doen. Hetzelfde geld springt hij. Dan komt hij op de verkeerde plek neer. Even goed nadenken, Olaf, je hebt je GoPro niet. Ja jongen, nou ben je weer vrij. Ik kan zijn oogjes niet geloven. Hij zegt, oh wat fijn dat je even langskwam. Ja, ik had al het gevoel dat je in nood zat. Ik denk, wat kan mij die paar minuutjes in mijn leven nou schelen? Nou jongen, je moet nou even zelf verder doen. Ja, kijk eens. Ja. En als je hem heel langzaam erin laat zakken, blijft hij gewoon drijven. Zie je dat? Als je kikker heel langzaam in het water doet, blijft hij gewoon drijven. Hup, daar gaat hij. Leuk hè? Ik hou van kikkers. Joehoe, partij voor de dieren! En voor de planten en de bomen en de insecten. En moeder aarde. Tegen de satanisten. De biomassa, Vattenfall, EU, Monsanto, gedoe. Met een glyfosaat en neonicotines. Vreselijk. Ja. De zuigmachine is daar ook alweer geweest. Ja. Gelukkig heeft hij ook wat laten staan, want vanzelf wat hangt hij hier in de sloot zo. Daarom overleven heel veel dieren het niet. Omdat langs die randjes van die sloten, dat hebben ze juist nodig om te beschermen. Maar dit jaar ga ik eventjes bij ons in Natura 2000 aan het werk, want ik ga niet meer wachten. Doe dat ook hier.